Hou je überhaupt het Songfestival nog een beetje in de gaten dan? Nou, ik hou het wel in de gaten, toch ergens. Maar ik moet zeggen dat Anouk bijvoorbeeld, die heeft het toch weer een beetje op de kaart gezet. En dan denk ik aan dat je dus echt op een zaterdagavond gewoon weer helemaal in spanning zit met nootjes en met chippies en met worstjes. Want dat is toch wel een beetje dat beeld van vroeger. Zeg maar de echte diehakkers. En ja, dat vind ik leuk. En daar heeft zij wel voor gezorgd. Dus weet je, om ook de nieuwe generatie bekend te laten of kennis te laten maken met... Er is een songfestival. Alleen het begrip songfestival, dat is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. We gaan een beetje moderne tijd, hè? Dus de belichting. Nou ja, het moet bijna een soort van clip lijken, weet je wel. Zo, dat hele, die hele bühne wordt gebruikt met vuur en met, ja. Het is hartstikke mooi, maar voor mij gaat het te snel. En ik snap dat het voor de generatie, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Weet je, dat je ook, zeg maar, op de beat gewoon dat licht ook ziet bewegen. Maar ik kan me wel voorstellen dat de echte diehakkers en die generatie, dat die daar moeite mee hebben. Dus, want die focussen alleen maar op het liedje. Ja, en het is het complete totale plaatje. En hoe schat je de kansen in? Ik bedoel, dat is een veelgestelde vraag. Oh jee. Nou, heb je eerlijke antwoorden gekregen? Ja, ik denk niet zo hoog. Ik denk bijna nog niet eens de finale. Maar dat is meer uit de ervaringen die ik gezien heb. Maar ook zeg maar mijn eigen ervaringen. Ik had ook een ontzettend mooi liedje. En ja, uiteindelijk ja, hebben ze toch gekozen voor iets wat heel wild was. Want de Kiev had toen geholpen. En dat was ook een uptempo nummer. Dus ja, ik weet het niet. Plus, en dat wil ik wel zeggen... zeg maar die twee artiesten die we nu hebben gekozen, die zijn ontzettend goed. Maar ik vind niet dat datgene waar ze goed in zijn, dat dat echt naar boven komt. En ja, dat vind ik gewoon wel jammer. Weet je wel. Dus, maar ja, ik weet het niet.